Hi, ik ben Michiel, DJ Walrus. Ik run Basic Moves Records. Als ik Brussel in één zin moet uitleggen, dan zou ik het graag willen vergelijken met een klinker waar dat je op loopt. En als het geregend heeft, loop je op een klinker en vaak liggen die klinkers los. En dan klutst er een klein beetje water in je schoenen. Ik ga heel graag eten in Jour de Fête. Hier op de boulevard. Ja. Crevette Records waar ik werk, ja. Ik ga graag naar de Cobra Bar. Dat is een whiskybar waar de pissende hond is. Rue de Chartreux. Fuse. De bovenzaal van Fuse. Omdat ik daar al jaar en dag naartoe ga en ik heb een goede connectie met de club en ik vind het ook echt het echte clubgevoel kan je daar echt creëren. Ja. Rue Burningham in Anderlecht, als je daar fietst, dan kan je op een gegeven moment zo heel de Marolle zien. Zie je zo het Justitiepaleis en de Marolle in skyline. Dat vind ik wel mooi. Ja. Mensen gaan altijd de andere kant bekijken, vanaf het Justitiepaleis. Er zijn er niet zoveel, hè? Laken, ja. Het park van Laken, denk ik maar. Mijn hidden secret place zal waarschijnlijk de kelder zijn van Crevette Records, waar onze stok staat. Waar ik veel tijd spendeer, ja. Maar een publieke hidden place, oei. Daar moet ik even nadenken. Misschien het centrum Anderlecht vind ik heel tof. Dat is nog niet ontdekt, maar daar voel je de oude sfeer die je had in de Marolle vroeger, die kan je nu daar terugvinden. Eigenlijk is dat in Dilbeek. Maar achter de beurs, niet Frietland, maar een kleine andere frituur achter de beurs. Oh là. When was that again? In het park van Vorst misschien, ja.